Ajax begint woensdagavond met Kasper Dolberg aan de bekerwedstrijd tegen FC Twente in de Golschvesten. Ook Juwel Veldman keert terug in de basis van de Amsterdammers. Dolberg moest zondag in de gewonnen uitwedstrijd tegen Naas, 1-2 nog genoegen nemen met een plek op de bank. Trainer Marcel Keijzer koos in Alkmaar voor Klaas-Jan Huntelaar, maar geeft nu de 20-jarige Deen weer een kans. Aanvoerder Veldman, die het u wel met Aas miste vanwege een schorsing, neemt zoals gewoonlijk de rechtsbakpositie in. van Josef Fruik. Die Veldmaand zondag verving, begint daardoor op de bank. Het duel tussen FC Twente en Ajax in de achtste finale van de KNVB Beker begint om 20.45 uur in de Golsch -Veste en staat onder leiding van scheidsrechter Paul van Boekel. Beide ploegen troffen elkaar begin december al in een schede en dat duel eindigde toen in een 3-3 gelijkspel. Ten opzichte van dat duel zijn er twee wijzigingen in de ploeg van Gajan Verbeek. Keeper Juwel Drommel neemt het plaats in Joan Brondeel. Thomas Lam speelt voor Michael Indel, Opstelling FC Twente. Drommel. Terravest. Hoijveld, bijen, Tisker, Kevas, Lam, Jensen, Hola, Boren, Asaidi, Opstelling Ajax, Onana, Veldman, De Licht, Frekkie de Jong, Dijks, Van der Beek, Schone, Zier, Neres, Dolberg, Kluivert.